In hun leven hebben René Vroeger, 63, en zijn echtgenote Natasja, 59, de nodige ups en downs meegemaakt. Ze hebben zelfs een periode gehad waarin ze tijdelijk uit elkaar gingen. Echter, die turbulente tijden zijn nu verleden tijd. Sterker nog, hun liefde lijkt sterker dan ooit, en dat na meer dan 30 jaar huwelijk. We zijn altijd al verliefd op elkaar geweest, deelt René in een gesprek met Story. De momenten die we samen doorbrengen, koesteren we enorm. Zet ons in een hutje op de hei en we hebben nog steeds de grootste lol. Natasja is niet alleen mijn partner, maar ook mijn beste vriendin. En natuurlijk de mooiste vrouw voor mij. Recentelijk hebben René en Natasja de vreugde ervaren om voor de vijfde keer grootouders te worden. Hun zoon Maxim en zijn partner Ruby verwelkomden vorige maand hun zoontje Matteo in de wereld. Het blijft iets heel bijzonders, vertelt René. Het mooie is dat je nu meer tijd voor deze momenten kunt maken. De ervaring met kleinkinderen is totaal anders dan met je eigen kinderen. Toen je zelf jong was, was je druk bezig met het opbouwen van je leven, je carrière en jezelf, vooral als artiest. Maar nu is alles heel anders. René reflecteert op de waarde van familie, soms zit ik aan de keukentafel en om me heen zit het hele gezin. Dan komt alles wat je in je leven hebt gedaan voorbij, alles wat je voor je familie hebt betekend. Alle liefde en energie die je erin hebt gestoken, vormt de essentie van je leven. Je ontdekt dat, hoewel het geweldig is om financieel succesvol te zijn en een mooi huis te hebben, familie de ware basis van geluk en betekenis in je leven is. De groeiende liefde tussen René en Natasja en de nieuw verworven rol als grootouders, getuigen van de kracht en diepgang van hun relatie, die met elk voorbijgaand jaar alleen maar lijkt te bloeien.